De stichting Mama Alice kent een hoop vrijwilligers, maar er is er eentje die er echt uitspringt. Mieke van Stiphout uit Sterksel. Ze zorgt er eigenhandig voor dat de stichting in Brabant op de kaart wordt gezet. En daarom is Mieke genomineerd voor de titel Brabander van het Jaar. Mieke van Stiphout uit Sterksel is al jaren vrijwilligster voor stichting Mama Alice. Het is moeilijk om te kiezen, hè? Zoveel is er. Dat is het. Ik zeg altijd, zoek de mooiste maar uit. Stichting Mama Alice is vandaag de dag ondenkbaar zonder Mieke. Al jaren is ze ontzettend fanatiek en zet ze zich met hart en ziel op allerlei manieren in voor de stichting. Mieke is vanaf de start van Mama Alice hier heel fanatiek geweest. Die verkoopt al jaren engeltjes overal rondom Kerstmis. De opbrengst gaat naar Mama Alice. Ja, en Mieke is gewoon, ja, die port iedereen om enthousiast mee te doen. Omdat ik fysiek niet meer zo sterk was, dacht ik, ik moet wel een doel in mijn leven, of een doel in mijn leven hebben. Ik moet wel iets te doen hebben, zo, hè. Nou ja, en dan vind ik dit gewoon een heel mooi project om mijn eigen voor in te zetten. Mama Alice is een stichting die zich inzet voor straatkinderen in Peru. De stichting biedt kinderen daar een toekomst door te zorgen voor onderwijs en dagopvang. Het geld dat Mieke ophaalt draagt daar voor een heel groot deel aan bij. Sowieso heeft ze heel veel contact met mij in Peru. We mailen heel vaak over dingetjes waar ze zegt, oh weet je, dat zouden we ook nog kunnen doen of dat zouden we kunnen doen. Ze heeft Mama Alice in Brabant helemaal op de kaart gezet. Ze heeft interviews kunnen regelen waardoor we een heel groot fonds hebben kunnen krijgen. Die ons steunen met €35.000 per jaar. Die doneert elk jaar, ik weet niet, want ik geef eigenlijk niet zoveel om geld. Heel veel geld voor Mama Alice. Ik verkoop dit, daar zet ook wel zo aan het denken. Maar dat vind ik allemaal, ja, dat zijn kleine dingen, maar ik zeg al, elk dubbeltje is een dubbeltje voor het goede doel. Iedereen die Mieke kent weet dat zij ontzettend veel bezig is met haar werk voor de stichting. Ze probeert dan ook zoveel mogelijk mensen te porren om Mama Alice te steunen. Vooral die motivatie naar iedereen toe. Ik denk dat dat haar grote kracht is en dat maakt dat zij voor ons zonder twijfel de beste vrijwilliger is. Het huis staat vol met Mama Alice artikelen. Er wordt veel gebeld, er wordt veel geregeld. Ze brengt ook van alle vrijwilligers van Mama Alice in het hele land, ja, eigenlijk op deze manier het meeste geld binnen. Doordat dat hier verkocht wordt inderdaad, kunnen zij voor hun kinderen zorgen. En daarnaast, dus zij krijgen dan eerlijk inkomen, maar maken we ook nog per jaar tussen de 20.000 en de €25.000 winst door die verkoop. En dat stroomt weer allemaal naar alle kinderen, naar de duizenden kinderen die we helpen. Wij hebben jou opgegeven voor Brabander van het jaar. En jij bent genomineerd als een van de 10 mensen. Wat grappig! Van over Brabant, eenmaal leuk. Ja, super. Mieke is de 4e kandidaat voor de titel Brabander van het jaar. En de komende weken laten we nog 6 kandidaten zien. En vanaf 4 december kan er gestemd worden.